Welkom bij het webinar over retail. Mijn naam is Annette van Baarle en ik wil je graag voorstellen aan Harry Bijl. Hij gaat het webinar geven. Harry Bijl is heel bevlogen als het om retail gaat. Hij werkt als inspirator en innovator bij InRetail, de grootste brancheorganisatie op het gebied van retail. Hij volgt alle ontwikkelingen op het gebied van retail op de voet. En hij wil jullie heel graag meenemen in wat hij ziet aan nieuwe ontwikkelingen. En vooral ook meegeven op welke wijze je daar als medewerker in de retail op in kan spelen. Het webinar bestaat uit 3 delen die je allemaal los van elkaar kan volgen. Webinar 1, dit webinar, gaat over begrijpen en zien. Het tweede webinar gaat over inspireren en informeren. En het derde webinar gaat over verbinden en verkopen. Zoals gezegd, we gaan het eerst hebben over begrijpen en zien. Even de inhoud van dit webinar. Als eerste gaan we het hebben over hoe je onderscheidend kunt zijn. Dan gaan we het hebben over zien. Wat gebeurt er om je heen? Dan gaan we de 4 fases van de klantreis bespreken. Er komt een korte samenvatting. En dan nog even vragen en meer informatie. Ik denk dat we maar moeten beginnen. Begrijpen. Dat gaat heel erg over onderscheidend zijn. Ben jij onderscheidend? Wat wil je daarover zeggen? Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je jezelf kent als persoon, maar ook het bedrijf waarvoor je werkt. En pas als je jezelf goed kan begrijpen, dan kan je ook gewoon mensen begrijpen die jou als gast bezoeken. En je moet dus heel goed weten voor wie werk je, wie is je werkgever, ja, en waar sta je met z'n allen voor. Hè? Wat beloof je aan de gasten die bij jou komen daar? Ja. En dat onderscheidend zijn, dat eerste punt, wat maakt jou onderscheidend? Jouw rol daarin zijn als je in een winkel werkt? Nou ja, het bedrijf kan wel afspraken met je maken hoe ze het graag zien. Maar uiteindelijk moet je zelf persoonlijk invulling geven aan hoe je dat ziet en doet. Ja. Dus jezelf goed kennen en weten waar je goed in bent en wat je kan en mag. En dat maakt uiteindelijk gewoon hoe je onderscheidend kan zijn. Niemand kan jou zeggen, zo moet je het doen. Dat gaat nooit werken. Nee, dus daar zit echt nog dat aspect in van je persoonlijk inbreng, je eigen karakter en je eigen kennis. Ik denk dat het meest bepalende is. Ja. Uiteindelijk gewoon gaat het om de bezieling die bij jou plaats heeft. Ja. En hoe ga jij dat vonkje wat je voelt en hebt overbrengen bij de gasten die wij zijn. Dan staat hier ook heel specifiek, wat zijn de roots van het bedrijf? Echt over het bedrijf. Waar staan jullie voor? Wil je dat eens toelichten? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is als je in een klein dorp woont, waar misschien wel 100 jaar bestaansrecht zit in een mooie kleine winkel. En dat het heel belangrijk is ook voor de bezoekers die bij je komen, dat je kan vertellen over de familie, hoe het bedrijf is ontstaan. Ja. Mensen vinden het heel leuk gewoon om de afkomst te kennen en te ervaren gewoon wat je allemaal hebt meegemaakt. Het geeft een stukje authenticiteit en het geeft ook gewoon een stukje beleving in de verkoop. En uiteindelijk sta je ook ergens voor en heb je ook gewoon veel betekend misschien wel voor de omgeving en voor de mensen. Maar roots kan ook zijn juist een nieuw bedrijf. Juist ja, als nieuwkomer. Ja. Daar kan je ook veel over te vertellen. Ja, er zijn ook nieuwe bedrijven die bij Bosjes zeg maar, op dit moment opstaan. En die heel uniek zijn in hele bijzondere dingen doen. Kijk naar Airbnb. 4-5 jaar geleden hadden we het niet. En die hebben gewoon heel disruptive een bom gelegd onder alles wat normaal gastvrijheid en hotellerie was. Ja. En zo zie je ook gewoon winkels die gewoon een unieke uitgangspositie creëren voor zichzelf. Doe iets heel bijzonders. Ja. En jij vindt het belangrijk dat je juist goed je bedrijf weet. Waar komt het vandaan? Wat is de historie? Of dat nou verder weg is of juist heel erg nieuw. Maar je moet iets van je bedrijf weten. Ik ga ervan uit dat als jij gewoon goed wil zijn en je wil je onderscheiden, dan moet je ergens in excelleren. En dat hoort dan ook bij je DNA. Jouw bedrijf staat ergens voor. Ja. En als jij staat voor gastvrijheid, dan moet in alles wat je doet, moet dat ervaren worden door de klant. Ja, want je zegt dat moet ervaren worden door de klant. Dan is natuurlijk de vraag, hoe gaat die klant merken dat je onderscheidend bent? Klopt. Dat kan op verschillende manieren. Je kunt op heel veel manieren gewoon invulling geven aan dat gevoel. Dat begint al zeg maar, met de omgeving waar je bent. Hè? De positie van de winkel. Dat kan in een kleine, leuke straat zijn. Dat kan in een aanloopstraatje. Dat kan op een A1 locatie zijn. Er is niks mis mee, er is geen goed of fout. Nee. Maar er zijn verschillende winkels met verschillende locatiebehoeftes. Ja, je moet daar iets mee doen. Je moet daar iets mee doen. Sommige grote winkels hebben gewoon veel volume nodig. En dat gaat alleen maar gebeuren in grote steden waar bijvoorbeeld heel veel traffic is. Ja. Maar je kunt ook gewoon heel goed bestaansrecht hebben in een kleine leuke dorpswinkel op een brink. En waar mensen moeite voor moeten doen om te komen. Maar het is dan wel zaak dat je weet wat dan de unieke positie is. Dan moet je trots zijn op die omgeving. Dat moeten mensen voelen. Dus locatie kan ook wel een heel mooi haakje zijn voor een stuk beleving wat je klant geeft.
En de andere punten die hier staan, de mensen, wat je doet, hoe je het doet? Ja, ieder mens is verschillend. Wij zijn verschillend. En de een houdt van snel praten. De ander is gewoon heel goed in entertainen in de vorm van heel veel doorvragen en mensen ruimte geven. En in verschillende fases waarin een bezoeker, een gast in jouw winkel is, kan de behoefte ook anders liggen. De ene kan veel beter gewoon gastvrijheid, zeg maar, dingen doen. Een kopje koffie serveren. Een grapje vertellen. Mensen gewoon onthaasten. En de ander kan misschien veel beter en sneller gewoon het verkoopgesprek in. Ja, maar je moet begrijpen dat wat je doet en hoe je dat doet, dat dat uiteindelijk impact heeft op de klant. Het kan nooit zo zijn dat een bedrijf zegt, we willen gastvrijheid, dat iedereen als een soort robot dezelfde manier van praten, dezelfde manier van begroeten. He, dus het moet authentiek zijn en dat mag best betekenen dat iemand met een ringetje in zijn neus of met rood haar of blauw haar, vul het in. Als dat past bij de waarde van, je wil een excentriek leuk bedrijf zijn, dan moet je daar meerwaarde. Er is meerwaarde dat je ook laat zien en voelen dat authentiek, zeg maar, ook dat betekent. Oké, duidelijk. Dan, als je het hebt over onderscheidend zijn, voor welke mensen ben je interessant? Dat is ook iets wat je moet begrijpen. Ja, je begint eerst met jezelf te kennen, maar je moet natuurlijk ook weten aan wie je de producten kan slijten. Jeff Bezos, een prachtige man, die zegt ook, je moet gewoon klanten vinden voor producten vinden voor je klanten en niet andersom. Nee, dus uiteindelijk moet je je doelgroep kennen en moet je heel goed weten op wie je richt met dat specifieke product. En mensen zijn gewoon anders. Hè. Ik praat niet graag over consumenten, het zijn gewoon mensen. Ja. Als je mensen leert kennen en je snapt hun behoeften, dan kan je ook gewoon inspelen op hun wens. Ja, en dat gaat verder dan het traditionele man, vrouw, leeftijd, absoluut, welzijnsklasse. Je hebt nu allerlei andere, zeg maar, criteria en elementen waar je naar kan kijken. Ja, het is heel belangrijk dat je snapt, zeg maar, dat als het bijvoorbeeld om een mobiele telefoon gaat, dat gewoon iemand van 80 dezelfde behoefte kan hebben, hetzelfde apparaat wil. Alleen de manier hoe ze misschien de informatie tot zich nemen over dat product, of de manier hoe ze winkelen, die kan zeer onderscheidend zijn. Okay. En daar moet je dus uiteindelijk ook het verschil in maken. Dus dat je snapt hoe die klantreis, daar komen we later op terug, hoe die klantreis in elkaar steekt. En dat je gewoon daarop kan anticiperen. En dan is soms leeftijd en doelgroep belangrijk, maar soms welstandsklasse en wat iemand verdient is helemaal niet belangrijk. Het kan ook zijn dat iemand juist een gigantisch liefhebber is van bijvoorbeeld jeans. Iemand kan bij de Primark een hele mooie broek kopen voor weinig geld. Ik heb geen waardeoordeel erover. Dat is geweldig. Je kunt wel voor 9 euro misschien zeggen, nou, dat kan iemand zijn die miljonair is. Ja. Maar diezelfde miljonair of miljonaire, die kan ook zeggen, ik ga een ander product heel veel geld voor over hebben. Ja. En iemand kan ook zakgeld sparen en zeggen, ik koop iets. Dus je moet nooit invullen. Het gaat veel meer om, heb je believers, mensen met passie voor een product. En wat kan je daar dan over vertellen? Ja, maar je moet wel, denk ik, van tevoren goed weten op wie richt je je dan precies. Ja, je moet ergens beginnen. Dus hoe duidelijker jij bent, hoe meer jij gewoon de keuze maakt, dit bedoel product zou gebruikt kunnen worden op deze manier voor die groep. Ja. Als je daar duidelijk in bent, kunnen mensen ook voor jou kiezen. Ja, helder. En dan, als je het hebt over onderscheidend, zijn je producten uniek? En hoe dan? Ja, je ziet steeds vaker dat product wat later komt. Hè. Als mensen al precies weten wat ze willen, dan ga je online misschien kijken. En ga, nou, daar ga ik het kopen. Maar op het moment dat mensen het nog niet echt weten, gaan ze zich ook oriënteren. En dan is het ook goed dat je weet, zeg maar, hoe onderscheidend die producten zijn en waar die onderscheiding dan in zit. Dat kan voor de ene persoon zijn, ik wil alleen maar producten kopen die maatschappelijk verantwoord gefabriceerd zijn. Ja. Bijvoorbeeld de footprint, weinig water gebruiken of weinig milieubelasting, geen kinderarbeid. Er zijn heel veel dingen. Dus consumenten, klanten, mensen vragen niet altijd om maatschappelijk verantwoord tot in details uit te leggen. Maar ik vind wel dat als je in een winkel staat, is het wel chic en ook handig als je hem weet in ieder geval. Als het gevraagd wordt, heb ik dan een antwoord. Ja. En dat geldt zowel voor welk materiaal is gebruikt, hoe is het gefabriceerd, als misschien ook wel, het is niet zomaar een product, maar een blouse gemaakt door een bekende designer. Hè, als dat een mooi verhaal is en mensen zouden daar door getriggerd kunnen zijn, creëer je ook verkoopkans. Dus het gaat er vooral om dat je gewoon bij de producten die je verkoopt ook weet van wat maakt deze producten anders dan de andere producten die dan wel in andere winkels of online te koop zijn. Je moet dus ook het verhaal en de kennis van het product weten. Je ziet hele mooie onderscheidende producten. In Rotterdam heb je bijvoorbeeld een prachtig bedrijf, Groos, Tjeert, een van de eigenaren, die heeft alleen maar lokaal gefabriceerde producten in de winkel. Dus die verkoopt alleen maar Rotterdamse producten. Ja, en als je dat doet, moet je dat ook vertellen. Dan komt die klant en dan, of een leuk truitje, of die heeft een vraag. Nou, dan is het stom.
letterlijk, als je niet zou weten, dit is het verhaal achter onze productkeuze. Ja. En dus het is veel meer dat je het paraat moet hebben. Ja. En dat als het gevraagd wordt, of het is relevant, dat je het al in kan brengen. Ja. Oké, duidelijk. Dat was begrijpen. Dat zijn de dingen die je allemaal moet weten. Maar dan heb je ook nog zien. En zien is echt de vernieuwingen opmerken en jezelf constant verbeteren en opnieuw uitvinden. Welke manieren kan dat allemaal? Ja, ik loop veel met ondernemers en ook met winkelmedewerkers door steden. En daar praten we over winkelen. Ik vind het echt het mooiste vak wat er is. Er is heel veel te doen. Er gebeurt heel veel. Dus als je goed oriënteert en je kijkt gewoon in andere branches. Je kijkt hoe bijvoorbeeld... een van de punten die je veel hoort is dat mensen zeggen... onze klant die doet niets met online of die gebruikt zijn mobiel niet. Maar als je kijkt hoe mensen bijvoorbeeld van 80 in de zorg... en verplicht worden om hun mobiel te gebruiken. Op het moment dat ze dat een paar weken doen... is het de normaalste zaak van de wereld dat ze de techniek omarmen. En binnen no time gaan ze ook bijvoorbeeld zoiets gebruiken voor winkelen. Je ziet dat bijvoorbeeld op dit moment in de food... Hoe je een broodje zeg maar serveert, hoe je producten presenteert... heeft soms niets meer te maken met hoe retailwinkels hun producten etaleren. Nee. Je moet oppassen dat die kloof... tussen zeg maar, wat mensen ervaren dagelijks, bij hun dagelijkse boodschappen... en bij als ze feestjes bezoeken of themapark. Er gebeurt heel veel ook op horeca-events. Dus mensen zijn heel erg op dit moment event-gedreven, beleving. Ja. We gaan naar Sensation White, we doen allemaal witte kleren aan. Dat zijn dingen die je moet weten, die moet je ervaren. Ja. En vervolgens moet je niet druk maken en denken, ik moet overal in meegaan. Maar je moet gewoon gaan kijken, wat kan ik eruit halen? Wat kan ik ermee? En dat bedoelen we met zien. Probeer te leren en te kijken, wat gebeurt er op straat? Ja. Wat kan ik daarvan leren en hoe kan ik dat toepassen? Ja. Nou, en als je dat dan bespreekt, dan zeg je, nou, dat niet voor ons en dat, en wel. Dat wel. Of dus dat mag niet. De oogklepjes een beetje afdoen en eens goed rondkijken. En vooral nieuwsgierig zijn. Ook intern, ook je collega's. Dat is ook wel van, ken je de collega's in het team? Hè? Weet je wat hun werkzaamheden zijn? Want uiteindelijk ben je... Een bijna holistische zeg maar, winkel die alle facetten moet snappen van wat klanten willen. En klanten zijn mensen. En mensen zitten gewoon bij musea, gaan zeg maar, al die dingen doen die hier staan. En als je daarvan kan leren, kan je kijken wat is relevant en kunnen we toepassen. Oké. De klantreis. In de introductie hebben we het al eventjes gezegd. Hij bestaat uit 4 fasen. Die gaan we zo stuk voor stuk doornemen. Maar misschien nog even vertellen... wat de klantreis is, Heel simpel, je kunt het heel moeilijk maken. Dat gaan we niet doen. Er zijn heel veel contactmomenten die je hebt als winkel met je gasten. Die gasten kijken al online. Ja. Waar de klantreis over gaat is van begin dat mensen zeg maar, georiënteerd zijn op producten. Ik wil een product, maar ik weet nog niet wat. Gaan mensen kijken, lopen door winkelstraten, kijken online. Dus inspiratie, informatie, dat is de eerste stap. Okay. Uiteindelijk hebben mensen ook gewoon een product gekocht. En kun je ook gewoon op dat punt zeggen... nou, hoe gaan we zorgen dat ze terugkomen? Ja. Hoe ga ik een bedankje sturen? Dus die hele contactcyclus van de parkeerplaats tot online. Alles wat je maar aan contacten hebt. En daar gaan we nu naar kijken. Daar gaan we een paar punten pakken. Oké, te beginnen met de klantreis. Fase 1. Zorg dat klanten en winkels elkaar kunnen bereiken. Wat we hier even gedaan hebben is onderscheid maken... tussen enerzijds online en mobiel en anderzijds... de winkel. Ja, als ik dat zo mag zeggen, dat hebben we ook gedaan, heel bewust. Omdat je merkt dat veel winkels ook wel een beetje nerveus zijn over wat er allemaal online gebeurt. Nou, dat moet je niet doen. Je moet eigenlijk gewoon erin berusten dat het gewoon allemaal door elkaar loopt. Ja, alleen in die klantreis moet je gewoon heel goed kijken, wanneer ga ik welk kanaal gebruiken? Dus wanneer is de mobiel handig om daarop te communiceren of iets mee te doen? En wanneer is de winkel fysiek? Dus uiteindelijk is het goed om ze los van elkaar te zien. Maar in de praktijk denken mensen niet in kanalen. Nee. Denken niet, ze hebben een binding met jou als medewerker of met de winkel. En zeggen, die hebben ook een app. Of die zit ook online. En zo moet je het gewoon zien. En daarom hebben we gewoon die voorbeelden uit elkaar getrokken. Maar in de praktijk loopt het, als het goed is, allemaal een beetje vloeiend in elkaar over. Nou, laten we eens kijken wat die eerste reis dan, die eerste stap met zich meebrengt. Dat winkels, klanten en winkels bij elkaar brengen. We hebben hier een aantal punten opgenoemd. Wat vind jij hier een belangrijke Het is belangrijk van? Om te weten. Want je ziet dat heel veel winkels zeg maar, waar we mee begonnen... weten wie ze zelf zijn en wat ze te bieden hebben aan producten. Maar dan gaat het ook nog om, weten mensen mij te vinden. Ja. Met het gegeven dat internet zoveel extra invloed uitoefent op ons koopgedrag... maakt het ook dat mensen gewoon misschien wel een beetje het spoorbijster zijn. Ja. En niet meer weten. En zoals vroeger ging je gewoon van de parkeerplaats, gewoon een klein straatje...
En uiteindelijk kwam je in de grote winkelstraat. Ja, ja. Nu begint die oriëntatie en dat bereiken van die klant al online. Ja. En online heb je natuurlijk heel veel mogelijkheden. Ja. Wat belangrijk is, zeg ik altijd, het begint natuurlijk net als een eigen winkel met je eigen website. Hè. Daar laat je zien wie je bent, wanneer je open bent en wat je te bieden hebt. Vervolgens moet dat ook goed zichtbaar worden online. Hè? Want het is niet zo logisch dat je door een winkelstraat loopt. Nee, dus je moet bij Google dan gewoon zorgen dat je daar technisch de goede hulp zoekt om je bedrijf goed zichtbaar te maken. Dus je eigen website. Ja. Vervolgens kan je natuurlijk social media inzetten. En elk van die sociale media kanalen heeft wel zijn eigen specifieke dingetje. Hè? Ja. Zo, Facebook is heel erg een beetje binding en leuke dingen doen. Maar heel vluchtig. Hè? Dat is gewoon ook vandaag en morgen is het weg. Ja. Ja, dus je moet ook heel goed aanvoelen hoe dat werkt. Als je kijkt, er staat bijvoorbeeld portals online. Hè? Ja. Je praat ook wel eens Minto, over platformen. Het is eigenlijk een soort online samenwerkingen. Waar gewoon één hoofdaannemer dingen voor je regelt. En alle aanvullende bedrijfjes, diensten, pluggen daar eigenlijk gewoon op in. Minto is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld. Dat is een bedrijf die helpt ondernemers om zichtbaar te zijn en om daar een stuk verkoop gewoon te laten plaatsen. Een specialist. Een verzameling van allemaal kleine webwinkeltjes. Allemaal kleine boutiques ondernemers. Dus geen groot winkelbedrijf in dit geval. En allemaal onder deze paraplu. Die kunnen onder één paraplu, de naam Minto. Dus Minto zorgt dat wij als mensen online gewoon Minto kennen. Ja. Dus je ziet commercials op televisie. Ze maken bekend wie ze zijn en wat ze doen. Daar hebben winkeltjes allemaal hun eigen kleine webshop. En daarmee laten ze dus zien van, kijk, dit heb ik te bieden. Ja. Dan ben ik open en dit zijn mijn producten. Ja. En vervolgens zorgt Minto dat gewoon ook technisch bijvoorbeeld de leveringen, de fotografie, alles wat nodig is om zichtbaar te zijn, wordt geregeld. En Local United is een ander voorbeeld. Die doen het op een andere manier. Ja. En wat je ook gewoon, denk ik, moet onderkennen. Je hebt natuurlijk ook gewoon via contacten als een goede e-mail of klantenservice. Je kunt natuurlijk ook heel erg in je bereik werken door mensen een mooie mail te sturen. En er wordt wel eens gezegd, ja, web en mail is uit de tijd. Daar geloof ik niet in. Mail is heel belangrijk. Dus eigenlijk elke winkel zou gewoon zoveel mogelijk mailadressen moeten hebben van klanten. Omdat het persoonlijk is. Je kunt dan, als je het gewoon heel goed doet, hè, inhoudelijk goed, hè, met een goede, zeg maar, aanhef. Hè, dat je wel een beetje zegt, hey, dat is sexy, leuk, dat wil ik lezen. Ja. Met leuke foto's. Nou, dan gaan mensen ook de mail lezen. Ja. En dus als je gewoon doseert, hè, dus je kunt mensen bereiken. Ja. Online passief en actief. Hè, mensen kunnen jou vinden. Dat zijn je eigen website. Goed, gewoon zorgen dat je gevonden wordt. En je kunt ook gewoon mensen zelf gaan benaderen. Okay. Door ze te bellen. Maar je moet daar heel voorzichtig in zijn. Ja. Dat je mensen niet frustreert. Ik zeg wel eens, we hebben gewoon in de brievenbus de sticker. Ja. Die niet. Hè? We hebben spamfilters. En online met een mobiel hebben we eigenlijk een unieke kans om heel dichtbij te komen. Met maar mail of ander. Maar denk goed na. Ja. Goed, dat is het mobiel en online component. Om klanten en winkels bij elkaar te brengen, dan de winkel. Hoe werkt het in de winkel? In de winkel werkt het natuurlijk gewoon ook zo. We hebben natuurlijk veel in de krant dat er veel leegstand is. Hè. Je ziet dus veel steden die moeten dus gewoon weer compacter worden. Ja. Hè, dus het bereiken van winkels heeft ook te maken met een stuk gemak. Hè. Je wil niet helemaal door die stad dwalen. Nee. Sommige steden lukt dat. Maar klanten vinden het wel lekker dat ze gewoon, op het moment dat je de auto parkeert of je gaat met een transferium naar de stad, hè, of op de fiets. Hè. Steeds vaker ook zie je gewoon dat heel veel mensen per fiets de stad ingaan. Op het moment dat het gebeurt, wil je gewoon makkelijk, zeg maar, de winkel kunnen bereiken. Ja. Dus waar zet ik mijn auto neer? Waar zet ik mijn fiets neer? Hè, dus de hele route, daar begint het al. Hè. Ja. Heb je goede parkeergelegenheden? Is de weg een beetje lekker? Voelt het veilig? Is het schoon? En dan kom je bij die winkel, hè, de etalage. Hè, is die goed zichtbaar? Lichtbrand? Uiteindelijk hele simpele dingen. Maar als je gewoon kritisch bent en je loopt je eigen winkels vaker uit en je loopt er dan als klant weer naar binnen. En je gaat kijken van, hey, hoe loop ik als klant door mijn eigen winkel? Ja, dan ga je misschien nadenken. Ja. Ik heb zelf, mag ik misschien niet zeggen, niet zoveel met mystery shopping. Natuurlijk is het leuk om te signaleren wat niet goed is. Maar dat kan je ook zelf doen. Ja, als je als team gewoon zegt, joh, elke week gaan we eens gewoon kritisch zelf gewoon lopen en kijken wat zien we. Ja. Hoe geven wij dingen aan? IKEA is een heel bekend voorbeeld. Die laat mensen helemaal die winkel gewoon doorlopen. En op die route doen ze heel veel slimme dingen. Ja. In winkels kan je dus ook met signing, met licht, met allerlei dingen, met geuren, met geluid, kan je mensen ook helpen. Sturen. Ja, dus, dat is ook allemaal bereik. Hè. Dus je moet mensen uiteindelijk wel gewoon, want je kan hele mooie producten hebben.
Maar als ze achter de winkel niet vindbaar zijn, dan werkt het ook weer niet. Hè? Dus het begint met maak dus dat het goed is de eerste stap. Die fase 1. Nou, dan weten mensen je te vinden, online of echt. Dan ga je over op fase 2. De connectie maken en mensen helpen kiezen. Ook weer even die splitsing tussen mobiel en online. Hoe zou je dat digitaal kunnen doen? Ja, dat begint ook altijd. Op het moment dat je op je site aankomen, dan willen mensen gewoon ook een stuk gemak. Hè? Heb je een goede logica in de opbouw met de menukeuzes? Hè? Kan je makkelijk zeg maar downdrillen? Hè? Heb je in 3-4 stappen dat bereikt wat je zoekt? Is er één die je het belangrijkste vindt? Ik vind de allerbelangrijkste, zeg maar, dat is eigenlijk misschien wel de juiste momenten. Google is een prachtig voorbeeld. Groot bedrijf. Hè? Heel veel marketing komt bij Google vandaan. Ja. Maar als je met Google, dan denk je vaak, dat denk ik ook, groot en die maken het heel moeilijk. Maar eigenlijk in dit filmpje geeft het eigenlijk exact de essentie aan. Kijk er eerst naar en bedenk waarom we laten zien. Ja. Dan gaan we het er zo over. We gaan even naar een filmpje kijken, inderdaad. Vind jij dit zo'n belangrijk filmpje? Nou, ik vind het wel mooi. Als je gaat kijken, en ik zou echt iedereen adviseren, ga gewoon kijken bij Google Moments op YouTube. Je vindt daar heel veel, bijna seminar, webinar en kleine korte filmpjes die tekst en uitleg geven. Maar in essentie is het heel mooi om te zien. Je kunt heel goed weten wie je bent. Je kunt prachtige producten hebben. Maar uiteindelijk als je niet op het goede moment bij mensen binnenkomt, heeft het nog geen zin. Dus uiteindelijk is alles wat je doet een mix van dingen goed regelen. En het momentum, wanneer kom je bij iemand binnen, en welk kanaal en op welke techniek, dat komt daarna. Maar je moet in eerste instantie, om nog één voorbeeld als je mag, als jij bijvoorbeeld een bedrijf bent en je zit in Groningen en je hebt klanten die in Groningen zijn en je bent bijvoorbeeld een fietsenzaak, dan ben je misschien heel erg geneigd om gewoon lokaal te adverteren in Groningen over fietsen. Maar als op dat moment die mensen op hun vakantie fietsen in Maastricht, omdat daar een grote wielertour is, en je hebt daar niks te zoeken of te bieden in Maastricht, dan kan je beter in Groningen niet adverteren. Nee. Want die mensen zijn met andere dingen bezig. Nee. Als je kijkt naar een ander voorbeeld, een mail versturen. Op het moment dat je een jonge moeder die op het schoolplein staat een mail verstuurt, is zij met hele andere dingen bezig. Dus het moment van afleveren van een mail, of het moment, en dat laat gewoon micromoments zien. Ja. Als je dat snapt, wat zijn de momenten van jouw gasten en de wanneer mensen? Wanneer kan je die connectie maken? Dan kan je die connectie maken op het juiste moment, ook met de producten en de manier hoe je dat doet. Dan, hoe kan je dat in de winkel doen, die connectie maken? Ja, in de winkel is het natuurlijk heel belangrijk dat die eerste meters mensen gewoon al het gevoel hebben van hey, hier wil ik zijn. Hè? Dus die mensen moeten uiteindelijk gewoon zich heel vrij en lekker voelen om die winkel in te gaan. Ja. En dat heeft te maken met heel veel dingen die je doet. Dan moet het gewoon licht zijn, het moet er lekker ruiken. Je moet vooral niet voor de deur staan te roken en ook niet in het gangje ernaast. Ja, uiteindelijk gaat het erom dat je ook als persoon, een mooie schrijver René Boender heeft een hele leuke formule daarvoor en een leuk artikel erover geschreven. En die heeft het over 3-12 eternity. Ja. Dat je in die eerste 3 seconden maak je een klik met de klant. Daarna heb je nog een keer 9 seconden erbij. En dan moet je net even wat meer dynamiek in je gesprek en contacten met je ogen of hoe dan ook. Hè. Dat is vorm en dat doe je zelf. Ja. Als je dat voor elkaar krijgt, dan kan je pas naar een stadium dat je gewoon een connectie gaat bouwen. Ja. En dat je echt gaat werken aan een soort relatie. Nou, als je die eerste 2 niet goed doet, dan houdt het al op. Dus je ziet bijvoorbeeld als je bedrijven kunnen tegenwoordig meten hoe mensen door winkels lopen. Ja. En dan noemen ze heatmaps.
Je kunt al zien dat zoals wij hier nu staan, en dit zou de deur zijn, ja. We komen binnen, dan voelen mensen zich misschien al bedreigd omdat wij gewoon gelijk al een contact hebben. Ja. Het kan soms, ik zeg niet, hè, dat moeten mensen zelf achterkomen, door dan de kassa of de unit waar je staat opzij te draaien. Het kan hem in kleine dingen zitten. Het kan hem in hele kleine dingen zitten. Dus uiteindelijk, de winkel gaat ook om dat je mensen helpt met connectie maken en dat mensen zich lekker voelen en hè, dat je ook daarna gewoon met productinformatie, misschien met signing, met leuke teksten, filmpjes. Je kunt op allerlei manieren ook de procedure goed afhandelen. Ja. Gewoon mensen helpen. En gastvrijheid. Want en gastvrijheid. Dat is, ik weet dat jij daar altijd op hamert. Ja. Zullen we even kijken naar een filmpje daarover? Ja, prima. Er zijn verschillende termen voor precies hetzelfde onderwerp. Moodmaker, aandachtsvelder, mood challenger, game changer. Er zijn allerlei termen, het komt op één ding neer. Ben jij degene die gastvrijheid zo belangrijk vindt dat je het verschil wil maken en dat je jouw bedrijf wil versterken in gastvrijheid? Een ambassadeur van gastvrijheid is iemand die gelooft in gastvrijheid en die het als een, net als een ambassadeur van een land uitdraagt binnen zijn bedrijf. Op die manier probeert om gastvrijheid te versterken en als bedrijf nog succesvoller te worden. Nou ja, jij weet het waarschijnlijk al. Met jouw hartelijkheid kun je zoveel impact hebben op de mensen om jou heen. Het maakt je als persoon succesvol, als bedrijf. En hoe gaaf is het als je dat kan overbrengen op andere mensen en dat zij ook steeds succesvoller worden met hun gastvrijheid. Ja, zij vertelt dat heel mooi, hè? Ja, zoals Laura het kan uitleggen, kan ik het niet. Maar ik heb nog wel een leuke aanvulling. In Japan, hè, waar ze heel ver zijn in gastvrijheid, hospitality, daar hebben ze het ook wel over gastblijheid, hè, omotenashi. Dat betekent eigenlijk dat je snapt dat als een vrouw bijvoorbeeld binnenkomt en het regent, dat je haar jas moet aanpakken. Of dat ze met zware tasjes loopt. Hè. Dus gastvrijheid is ook nog een stapje meer. Hè, verrassen. Dus ook gewoon iedere keer weer je verplaatsen in die bezoeker, die gast. En kijken hoe kan ik het gewoon comfortabeler en prettiger maken dan thuis. Oké, duidelijk. Nou, dan hebben we die. En verder al die technische dingen. Ja, dat moet je gewoon goed doen. Er zijn specialisten voor. En dat is ook allemaal even belangrijk. Hè. Maar gastvrijheid springt er echt voor mij uit. Dan zit dit deel van de klantenreis erop. Dan gaan we naar de fase nummer 3. Mensen helpen met beslissen en het afhandelen van de koop. Dan beginnen we al het punt te naderen waar het om gaat. Een aantal facetten hier. Wil je daar iets over zeggen? We hebben er ook filmpjes bij. Wil je daar eventueel? Nou, ik denk dat er gewoon, laten we gewoon naar filmpjes gaan. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je je gewoon verplaatst in de behoeften van de klant. Dat je doorvraagt en dat je concreet bent. En mensen gewoon goed aanhoort en voelt. Waar zit nou echt de behoefte? Wat willen ze met die producten? En kan je daar dan op een gegeven moment anticiperen? Ga niet stolken. Ga niet gelijk met andere dingen komen. Nee. En goede voorbeelden geven. Goede voorbeelden geven. Bijvoorbeeld bij Rinsma. Vind ik geweldig. Ja. Er zijn heel veel goede bedrijven voor. Maar ze hebben gewoon een filmpje ervan. Ja, laten we even kijken. Hallo, ik ben Tineke. Ik ben modestyliste bij Zijn van Rinsma. Elke maandag en donderdagavond hangen wij de nieuwste sets erin, zodat de winkel weer up-to-date is. En vanavond ga ik jullie even voorstellen aan een aantal collega's van mij. Vind, zeg maar even om aan te geven, heel veel winkels zijn bang, hè, dat je kennis, als je dat online deelt, hè, dat je dan eigenlijk gewoon iets weggeeft voor je concurrenten. Ik denk dat juist dat het krachtig is, dat wat je in de winkel heel goed kan doen, zet dat af en toe ook online. Want er zijn ook heel veel mensen die daar gewoon behoefte aan hebben. Dus concreet gewoon ook mensen online gewoon inspireren, informeren, hè, met dit soort mooie voorbeelden. Ja. Geweldig. Maar vooral ook in de winkel zelf. Laat ze dus goed zien wat er mogelijk is. Ja, nee, dat staat buiten kijken. Maar had hier over mobiel en online. Ja. Ook daar kan je het gewoon doorzetten en verlengen.
Ja. Hetzelfde misschien het andere filmpje wat we ook nog hebben. Ook een prachtig voorbeeld hoe je dus mensen online ook in de winkel kunt helpen. Gewoon met heel veel extra productinformatie. En dat is dan niet alleen in de winkel toegankelijk, maar ook gewoon online of op je mobiel. Laten we even kijken. Wat zie je hier gebeuren? Nou, je ziet hier van Wester Mannenmolen in Zaamslag. Prachtige mannenmolenzaak. Die verkoopt 25% zeg maar, van wat hij verkoopt. Gewoon door die kiosk. En de informatie gewoon beschikbaar te stellen van voorraden. Extra productinformatie. En daarmee halen ze 25% extra omzet in de winkel. Ja. Dus internet is daar toegevoegd aan de winkel. Nou, dat maakt gewoon dat mensen heel makkelijk gewoon kunnen beslissen. Ja. Dat is het mobiel en online. En dan de winkel zelf. Ja, in de winkel dan zou je al bijna een hele training moeten gaan geven hoe je dat doet. Ik denk dat de mensen thuis dat ook in de winkel gewoon heel goed weten. Maar wat belangrijk is, gewoon probeer gewoon heel goed te luisteren naar je klanten. Haak daar goed op in. Vraag door. In de laatste webinar zullen we het daar nog wat specifieker over hebben. Maar probeer gewoon echt dat mensen een gevoel van maatwerk te geven. Dat je echt alle tijd hebt voor ze. Om ze te helpen met het maken van keuzes. Ja, en zoals we dan eigenlijk bij die vorige sheet hebben gezien, daar kan online heel erg goed bij helpen. Ja, je kunt hier op gaat het echt duidelijk hand in hand. Ja. Okay. Dan de volgende fase. Verbinden met mensen, ambassadeur maken van de winkel. Ja. Het laatste traject. Ja, dat wordt nog wel eens vergeten. Hè. Je ziet wat grote bedrijven. Dan heb je je best gedaan. Je hebt de verkoop zeg maar, gestimuleerd. Je hebt mensen echt geholpen. En dan draag je het over. Niet iedereen mag meelopen naar de kassa. En dus het is heel belangrijk dat alles gewoon lekker doorloopt. Je ziet bij Nike bijvoorbeeld heel mooi. En die hebben ook bijvoorbeeld allemaal van die mobiele kassa's. Hè. Als mensen dan te lang in een rij staan. En dan zeggen ze, kom maar even mee. Okay, en dan heb je een mobiele telefoon. Draai ze even om. En dan kun je dus gewoon afrekenen. Ja. Gewoon met die persoon in een hoekje. Zodat je snel weg kunt. Ja. Ja, dus gewoon, het gaat om heel veel verschillende dingen die technisch mogelijk zijn. En dat is interessant om na te denken hoe je dus daarin kan helpen. Maar hetzelfde geldt ook van, nou heb je een leuk gesprek gehad. Hè? Ga dan niet, vind ik, standaard gewoon een mail sturen. Hoe vond u het? Hè? Nee, om andere mensen te vertellen. Nee. Maar toon oprecht dankbaar dat je blij bent met de mensen bij jou hebben gekocht. Hè? Ja. Vraag een mailadres en zeg, joh, stuur me alsjeblieft een foto of mag ik je Facebookpagina. Ja. Het is interessant om mensen voor herhalingsbezoek terug te laten komen. En om mensen gewoon te verbinden. En dat ze zo lekker vinden in die winkel. Dat ze zelfs zeggen van tegen hun vrienden van joh, die winkel moet je hebben. En dan ben je waar je wil zijn. Ja. En dat mensen gewoon echt fan worden van je winkel en ambassadeur worden. En daar kan je online en mobiel gewoon op heel veel manieren aan werken. Dus om ambassadeurs te maken, moet je misschien zelf ook een beetje ambassadeur voor je eigen winkel zijn. Ja, je moet misschien veel proactiever en actiever worden. Dus niet denken van, nou, ik heb verkocht, hup, de volgende klant. Maar ook eens terugkomen bij die mensen die je misschien persoonlijk kent. Want uiteindelijk gaat het ook om de gunfactor. Ja. Producten kan je overal uitwisselen en halen. Het gaat uiteindelijk, waar ga ik het kopen? Is bij die winkel of bij die medewerker die gewoon mij echt die extra beleving gaf. Ja. Onvergetelijke momenten. En dan nog even de winkel tot slot. Dat geldt zelf voor de winkel ook. Hè? Dus je hebt aanvullend op wat je allemaal kan doen in het verkoopgesprek en hoe goed je moet luisteren. Zijn er ook heel veel extraatjes die je kan doen. Ja. Je ziet bijvoorbeeld Rafa, een prachtige wielwinkel. In Amsterdam zit er een in die 9 straatjes. Daar doen ze heel veel fietstoeren met de klanten. En eigenlijk op die fietstoer zeggen ze, hey, fiets klaar. Ja. He, dus dat gaat ook om workshops, dingen organiseren met de klanten. Waardoor je ook weer veel meer binding krijgt. Ja. Het is niet altijd directe verkoop. Maar door die binding krijg je uiteindelijk fysiek, als wel online, gewoon veel vaker de gunfactor. Ja. En dan heb je al die stappen van die klantreis gehad. En heb je het op een goede manier afgerond. Ja, want als je ergens in die reis gewoon dingen niet goed doet, dan ben je alsnog die klanten gewoon waarschijnlijk voor een herhaalaankoop kwijt. En dat is cruciaal. He, de nieuwe klanten maken is heel duur en lastig. Dus vooral de klanten die je hebt, moet je koesteren. Ja, helder. Goed, nou, dan zijn we eigenlijk een beetje aan het einde gekomen van dit verhaal over begrijpen en zien. Als ik het kort samenvat, is het belangrijk om te begrijpen wat anderen doen. Dus echt een beetje om je heen kijken en verder dan je eigen winkel en misschien ook wel verder dan retail.
Kijk waar je uniek in bent, waar jij zelf uniek in bent, maar ook de winkel en de producten. En bedenk hoe je onderscheidend kunt zijn. Hoe kun jij net eventjes dat verschil maken? En kijk goed naar waar jouw klanten blij van worden. En dat kan op allerlei verschillende manieren. Daar kan jij een bijdrage aan leveren. En dat is ook eigenlijk juist de bedoeling. En dat is ook wat we eigenlijk hier hebben willen zien met dit, willen laten zien met dit webinar. Kijk goed om je heen. Probeer zoveel mogelijk dingen te begrijpen. Doe ook inspiratie op. En ja, zet jezelf op een hele goede manier. Ik denk als je tijd in jezelf investeert, dan wordt je werk gewoon veel leuker. En je zult ook succesvoller worden. Want uiteindelijk ga je met kennis en met meer overtuiging en met meer plezier dingen doen. En dat zullen klanten voelen. Ja, dan kan het heel goed zijn dat mensen vragen hebben naar aanleiding van het webinar. Nou, stuur dan gerust een mailtje. Je ziet hier het e-mailadres. En ga natuurlijk eens kijken bij de website www.werkindewinkel.nl. Daar vind je heel veel inspiratie over onder andere klanten, over jezelf, over hoe je je zo goed mogelijk kan ontwikkelen in de retail, in de winkel. Daar barst het van de informatie, dus ga zeker een keer kijken. Dan zijn wij, denk ik. Ja. Ik vind het leuk, dus bel me gerust. Ik kom graag een keer kijken en praten. Dus als jij enthousiast bent, ben ik het ook. Oké. En zoals we in het begin al zeiden, dit is een webinar die uit 3 delen bestaat. Dit was webinar nummer 1 en er zijn er nog 2. En we hopen natuurlijk dat je die andere 2 ook nog gaat bekijken. Dus voor nu, bedankt.